Goed nieuws voor de Buitendijkse haven bij Urk. Dat is de haven die voor 400 banen moet gaan zorgen. Het is dus een economisch groot project voor heel Flevoland. De provincie en het Rijk hebben een principeakkoord gesloten... over de grond waarop die haven moet komen. En lange tijd bestond daar een groot meningsverschil over... Eh, waardoor er een bom onder dat plan lag. Maar Jan van Ens, jij hebt dat dossier al lange tijd bestudeerd. Er is nu een principeakkoord. Wat houdt dat akkoord in? Nou, het rijk en de provincies zijn het eens geworden over de voorwaarden waaronder de provincie de grond waarop die haven moet verrijzen mag pachten. Uh, je moet het zo zien. Die grond, uh, we zien het hier, het is water en grond, want het gaat om een buitendijkse haven. Dus die haven moet ongeveer daar in het, in het water komen. Mm -hmm. nou, dat is nu van het Rijk. En die wil het ook niet in eigendom geven van de provincie. Dus de provincie mag het alleen gaan pachten als ze die haven wil aanleggen. Maar lange tijd verbond, de of verbond het Rijk zulke onaantrekkelijke voorwaarden aan het pachten daarvan, dat de provincie zei, ja, zo wordt het echt onhaalbaar en onbetaalbaar om die haven aan te leggen. maar ze we hebben heel lang onderhandeld, echt maandenlang, en ze zijn het nu toch eens geworden over de voorwaarden. En tot grote opluchting van gedeputeerde Jannico Appelman. Uh, zo'n haven aanleggen, dat het, uh, blijkt toch iedere keer weer een, uh, een hele grote olifant. En uh, het spreekwoord zegt, een olifant eet je in plakjes. Nou, en dit is weer zo'n plakje. Ja, u bent blij dus. Ja, eigenlijk wel. Hij is blij, maar is nou ook alles in kan en kruiken. Nee, zeker niet. Er moeten echt nog een paar flinke hobbels genomen worden voordat die haven er aangelegd kan worden. Zoals je ze hier ziet op uh, plaatjes die al eerder geschetst zijn. Uh, welke hobbels dan bijvoorbeeld? Nou, het principeakkoord dat er nu ligt, dat moet echt uitgewerkt worden en doorgerekend worden. En uiteindelijk ook leiden tot een bindende overeenkomst waar echt handtekeningen onder staan. Zolang dat niet gebeurd is, is er eigenlijk nog niks in kannen en kruiken. Mm. Is dat de enige hobbel die genomen moet worden? Nee, dan zijn er nog wat meer hobbels. Want het is echt best wel een. Omvangrijk en ingewikkeld dossier. Uh, er loopt nog een procedure tegen die toekomstige haven bij de Raad van State. Die is aangespannen door de IJsselmeervereniging. De IJsselmeervereniging vindt dat de haven veel te veel impact heeft op de natuur en het landschap. En daarom zegt de IJsselmeervereniging willen wij die haven tegenhouden. Dat kan dus nog behoorlijk wat roet in het eten gooien. Daarnaast moeten de gemeente Urk en de gemeente Dronten nog een deal sluiten. Want de strekdam die bij de haven komt, die uh, wordt aangelegd op het grondgebied van Dronten. Want Dronten heeft daar ook grond. Gebied. Ja en daarom moeten ze dus nog tot een overeenkomst uh, komen. Dat is nog niet gebeurd tot zover. Ja. Daarnaast is het ook nog de vraag of de provincie Flevoland wel voldoende geld heeft uitgetrokken voor dit hele grote proje project. Want ja, dat zal pas blijken wanneer je het ook daadwerkelijk in de markt gaat zetten, oftewel gaat aanbesteden. Ja, daar wordt al heel lang over gesproken. Het ja. is nu 2019: stel, alle hobbels zijn voorlopig genomen. Wanneer is dan die haven gereed? Ja, dat is een goede vraag. Eigenlijk is dat ook nog wel een beetje koffiedik kijken hoor. Maar in ieder geval gaat het sowieso nog een paar jaar duren. Luister maar naar de verwachting van de gedeputeerden daarover. Als we dit jaar erin slagen om tot een aanbesteding te komen, nou, dan is er toch nog wel een jaar of twee bouwtijd nodig. Dus nou, 2021, 2022. Het is een beetje afhankelijk van hoe de aannemers gaan reageren en met wat voor plannen zijn komen. Maar we houden de druk erop en het, het doel is natuurlijk zo snel mogelijk.